Dat is wel een doordenkertje. Maar ik denk dat dat een beetje geldt voor alles wat iemand maakt. Tenzij het echt op de meest cynische manier berekenend wordt gemaakt. Dat er altijd een soort surplus is, godzijdank. Dat we dan de aandacht van degene die het maakt ontsnapt en wat er dan blijkt in te zitten. Ik heb bijvoorbeeld zelf ooit, om heel onbeschermd over mezelf te beginnen, een tekst geschreven die heette Tony de zieke pony. Dat gaat werkelijk nergens over. Maar dat heeft toch in mijn ogen, en niet alleen in die van mij, een soort metafysische, bijna ondertoon. Of toch minstens een soort existentialistische ondertoon. Wat totaal niet zo bedoeld is, maar het zit er wel in. Ken je die tekst nog? Ja, dat begint mee. Het gaat eigenlijk over het achtervolgen van een zieke pony. Dus dat is eigenlijk het over iemand die levenslang een zieke pony achtervolgt, zonder die ooit zonder die ooit te kunnen vangen door een rare drift gedreven dat beest achterna zitten.